Hollandse hoogte is 24,85 millimeter. De pers die wordt nu ingesteld op Hollandse hoogte 24,85 millimeter. Dat betekent dat de kniehevel op belasting gezet moet worden. Dan moet deze exact 24,85 millimeter zijn. En dat is hij nog niet. Daar hebben we deze jongen voor nodig. Hier moet iets naar beneden. Die dus ook. Nou, weer te ver. Dus weer terug. Exact. Nog iets verder boven. Nog iets. Exact. Exact. Te hoog. Hier een beetje naar beneden. Hier ook. Exact. Te hoog. Dan moet hij hier weer bijgesteld worden. En zo ben ik de hele avond zoet. Nou, hij staat niet goed. Die staat goed, deze staat goed. Ja, deze die mist de timpan en de frisket. Die komen hier aan te zitten. Dat is het klapgeval wat het papier meeneemt. Deze moet nog schoongemaakt worden. Dus die ga ik nu even netjes schuren. En opnieuw in de olie zetten. Zoals je kunt zien ben ik hier de hele avond al bezig geweest. Het drukbed is schoon en vlak en precies goed afgesteld. Als ik dit ingeïnkt zou hebben, dat ga ik morgen doen, maar dat doe ik nou niet meer. Maar dan leg je er een papiertje op. Een plaat karton. En een bijgekregen lap vilt. Dan douw je de op. Onder de pers. Pers aanhalen. Meer hoeft niet. Filter eraf. Karton eraf. En dan zou je dus een gedrukt velletje papier op kunnen pakken. Nou, ik zie het er al in staan. Dit gaat wel lukken. Morgen ga ik een eerste druk doen.